Yo man, stoor ik je? Ja. Ja, ik zie het. Je bent aan de telefoon. Ja, klopt. Ik heb eigenlijk een paar vraagjes. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gast. Ik ben Joost. Ik ben Martijn. En dit is deel 2 van hoe gierig zijn onze mede-influencers. De 2.0. Iedereen is eigenlijk best wel goed uitgekomen de vorige keer. Ja, ik ben heel benieuwd of dat deze keer weer zo is. En nu denkt de kijker waarschijnlijk van, hé, maar die anderen hebben natuurlijk al de video gezien die online staat. Nee. Dit is allemaal al vooraf opgenomen. Ja, dus voordat die eerste online kwam, is het allemaal opgenomen. Ja. Maar goed, ik zou zeggen, Martijn, trap hem af. Wie ga je voor blok zetten? Dat ga je nu zien, Joost. In een ander shot. Oké. Ja, we staan lekker in Amsterdam. Ik dacht, Joost, ik game nooit. Iedereen heeft zo'n PlayStation 5 tegenwoordig, ik niet. Ik wil vanavond lekker met mijn vrienden een gameavondje houden. Maar dan heb ik dus wel een PlayStation 5 genomen. Hoe ga je dan komen dan? Die ding is uitgekocht. Ja, blijkbaar is het heel moeilijk om aan zo'n ding te komen, maar ik weet dat in ieder geval elke e-sporter van Nederland zo'n ding thuis gestuurd heeft. En jij kent een e-sport? Ik ken er toevallig één, dat is Koemeiland, heb ik ooit één keer mee gedraaid. Weet je waar hij woont? Nee. Nou, nu wel, maar hij weet niet dat ik weet waar hij woont, dus het is raar dat ik voor zijn deur sta. Dus, ik kom daar gewoon aan met het idee dat ik even wil gaan gamen en of ik zijn PlayStation 5 even mag lenen. Want natuurlijk heeft hij zo'n PlayStation 5 gekregen. De vraag is alleen, mag ik hem lenen? Koen? Ja, klopt. Hey man. Yo. Hoe is het? Goed met jou? Gaat goed? Jij nou weer? Ja, ik was in de buurt. Huh? Wat lul jij nou weer? Wat lul ik nou weer? Was je in de buurt? Ik was oprecht in de buurt. Echt? Wist je dat ik hier woon? Ja, had je toch verteld tijdens die draaidag? Wat gek, hoe is het? Ja, gaat goed. Goed te zien? Lang niet gezien inderdaad. Ja man, wil je iets drinken? Wat kom je doen? Vanavond heb ik een gameavondje. Ja? Ik heb nooit die PS5 nog geprobeerd. Ja. Ik dacht, waarschijnlijk heb jij die wel. Ik dacht, misschien kan ik die lenen. Ja? Ja, fucking chill, ouwe. Ik zit er nou van na te denken om te kopen. Maar ik dacht, ik kan beter eerst even testen. Het is te dat jij hier zo even binnenkomt vallen. Dat voelt bijna als een... Als een wat? Nee, dit is geen prank. Ik dacht, binnen de buurt. Nee, oprecht. What the fuck? Het is wel heel random, maar je krijgt hem sowieso. Ja? Ik kan hem niet gebruiken. Wat een lekker huisje, gast. Ja, hè? Ja, man. Zou je serieus echt wel rond willen leiden? Zou je kan maar even staan? Ja? Nee, leuk. Maar ik moet het even verdraaien. Oh, dit is jouw game tempel. Dit is mijn opnametempo eigenlijk. Zo, dat is serieus shit. Ik heb helaas niet heel veel tijd om even gezellig te doen. Nee, maakt niet uit. Eten maken moet even kijken hoor. Dus dit werkt zo. Heb je een plug-in of zoiets? Ik weet alleen niet zeker of er zo'n stroomkabel bij is. Maar als iemand van je vrienden een PS4 heeft, dan moet ze gewoon die kabel daarvan meenemen. Ja? En de PS4 spellen kunnen hier ook gewoon op. Ja, ik check het zo even met mijn vriendengroep. Ik ga gratis dingen downloaden. Maar ik heb je nummer, ik bel je zo nog wel eventjes. Sorry voor de zoete inval. Nee, ik weet niet. Je bent gelijk op je hoede als je jou ziet, snap je? Ja, dat heeft iedereen. Dat is gewoon zo. Ja, daar moet ik me leren leven. Hé, dankjewel, grappie. Jojo. Echt, hoe makkelijk ging dit? Ja. Yo, grap, yo, ik was in de buurt. Hè? Wat raar dat je in de buurt was. Ja, ik heb een PlayStation 5 nodig. Oh, die heb ik hier staan. Letterlijk. Ik heb 2 minuten binnen gestaan. Ik heb met dit ding gelijk gewoon in mijn handen geduwd gekregen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Koen Weiland, eerlijk. Je bent echt een gouden gast. Die doet niet moeilijk om iets uit te lenen. Nee, hoeveel kost zo'n ding? Nou ja, ze gaan dus op Marktplaats voor ruim 1.000 euro op dit moment. 1.000 euro? Ja. Luister, ik wil gewoon ook voor deze aflevering weer lunch. Maar een iets luxere lunch dan de vorige keer. Ik ben niet ontevreden. Ja, ik weet het, Martijn, maar ik sta er zo bij omdat jij anders mijn gezicht niet kan filmen. Ik heb gewoon een vrijzak. Ah ja. Ja, dat klopt wel. Ik ben wel wat dik, klootzak. Maar je was midden in mijn presentatietekst. Wat ben je nou aan het doen? Oké. Ja, ik jij pak hem verder eten. Op. Ja, ik ja, eet. Ja, ik wil weer eten, inderdaad. En dit keer wil ik dat doen bij niemand minder dan Giel motherfucking Belen. Nou, Giel Belen heeft ooit 1 keer een loodje getrokken voor ons in het allereerste seizoen van de Anti-Bucketlist. En dat was het. Verder heb ik hem ook nooit meer gesproken of gezien. Wel, op een bruiloft. Hij was op een bruiloft. Kijk, de man die het allemaal mee naar mogelijk heeft gemaakt. Ja, ik ben lief hoor. Kijk toch. Welkom. Ja, dank u. Met de Anti-Bucketlist, daar was hij inderdaad aanwezig. Maar dat was het dan ook. Maar ja, je zou dus denken dat als iemand op je bruiloft is geweest, dat je ook bij diegene langs wippen, toch? 100%. Ja. Tuurlijk. Als je dan afvraagt met welke smoes ga je dan langs Giel Belen. Ik wil ook in Haarlem wonen. Ja. En ik heb gewoon even tip nodig van iemand die hier woont. Die ook weet hoe het is om hier te wonen als BN'er.
Eigenlijk is het maar een vraag van BN'er naar BN'er van hey, ja. Giel, hoe is het er eigenlijk om te wonen? Ja, is Haarlem een beetje BN'er-proof? We zijn open. Nee. Giel? Waar ligt aan? Weg. Yo man, stoor ik je? Ja. Ja, ik zie het. Je bent aan de telefoon. Ja, klopt. Ik heb eigenlijk een paar vraagjes. Oké. Ik dacht, ja, jij bent de enige die ik ken die ook in... ja, sorry, maar ja, ik ben aan het bellen. Dat maakt niet uit. Maar kan ik je anders over bellen? Of, ja, ik dacht, ik ben hier toch in de buurt. Ik dacht, ik kom even gezellig langs. Misschien even een hapje doen of zo, maar... Nee, nee, dat zeker niet. Maar nee. Ik kan je wel bellen. Nee, is goed. Ja, ik dacht gewoon, hoe is het om hier te wonen? Ik ben namelijk hier namelijk ook op zoek. Oh, ik dacht, we zitten vast met een cameraploeg. Nee, nee, ik ben hier gewoon oprecht. En ik weet toevallig door Kalsje dat jij de enige bent die ik ken, die ook op YouTube zit, toch? Die hier woont. Ja. Dus ik dacht, ik wil oprecht de vraag stellen. Maar ik bel je zo even. Ik schrijf je nummer op en dan, want ja, ik ben gewoon bezig, hè? Ja, nou ja, sorry man. Nee, maakt niet uit. 06? 06. En je woont in Haarlem al? Nee, ik wil hier naartoe verhuizen. Ik wil gewoon een beetje weten hoe het voor banners hier zo is. Voor banners, nou ja. Word je gewoon met rust gelaten? Ja, zeker. Ja, chill. Oké, een beetje een rare vraag, maar je moet later. Dit was awkward, ouwe. Ja, maar luister, ik was kansloos. Ik was kansloos. Hij was aan het bellen, hij had het druk, hij had er geen tijd voor, hij had er absoluut geen zin in. Ik vroeg nog, kan ik een broodje eten? Misschien even lunch samen, weet je wel. En, maar ik ga me zo wel bellen. Ik ben wel benieuwd hoe het is om hier als banner te wonen. Maar je zag ook wel aan zijn kop dat hij dat ook wel een hele rare vraag vond. Ja. Was misschien ook wel een beetje. Een beetje wel, hè? Ja, dat was wel pijnlijk. Zullen we weg? Ja, kom maar gaan. Ja, de vorige keer heb ik natuurlijk 50 euro van QC mogen lenen. Ik dacht, hier moeten we wel eventjes goed overheen. Dus ik ga nu proberen 10.000 euro van iemand te gaan lenen. Dit ga ik wel bij iemand doen die ik wel goed ken. Alleen, het blijft natuurlijk een hele bizarre vraag als je vraagt, yo JJ, mag ik 10.000 euro van je lenen? Ik heb het nu nodig. Maar hoe goed ken je Jay dan? Ja, een stuk beter dan de rest. Wanneer ik Jay voor laatst gesproken, dat is zeker wel een maandje, twee geleden. En dan is de reactie onder een post of, ja. Yo, we moeten binnenkort weer wat doen. Niet echt gesproken dus? Nee. Nee. Nee, dus dit komt wel echt out of the blue. Ja. Ja. Martijn. Grappie. Yo. Als jij zo belt met grappie, dan moet er iets gaan gebeuren, denk ik. Ja. Nou ja, eigenlijk wel. Ik heb echt een kut situatie op het moment. Ik heb een huis gekocht en ik heb vanmiddag die overdracht. Ja. En ik heb mijn rekening en ik zie gewoon dat ik 10.000 euro mis. En ik heb alles al getekend. Ik zit daar over een paar uur en ik ben echt best wel radeloos, want ik heb gewoon die 10.000 euro nodig, anders ben ik echt fucked. Oké. Dus ik ben, ja, het spijt me heel erg dat ik jou hier verbel. Nee, ja, dat maakt niet uit. Voel me best wel opgelaten. Wat heb je nodig? Ja, 10.000 euro. Oké. Heb je er een plan mee? Weet je hoe je dit wil gaan doen? Ja, kijk, ik kan het binnen 2 weken weer terug hebben, want dan kan ik weer dingen liquideren. Gewoon, kijk, niemand belt ooit zomaar, snap je wat ik bedoel? Ik heb zelf op het moment, is het ook niet je van het? Nee. Maar als jij zegt, kan binnen 2 weken terugkrijgen, dan, dan moeten we daar even naar kijken hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Ja. Ja, bizar grap. Ik weet niet zo goed hoe ik moet zeggen. Hoezo? Ja. Dat is toch gewoon hoe het werkt? Ja, nee, weet ik, maar thanks grap. Kijk, ik heb dit geld niet binnen 3 seconden nodig. Maar ik heb het wel over een maand nodig. Daarom ga ik nu met financieel management even bellen. Ja. Ga ik vragen hoe ik dit het beste kan doen en hoe we het beste dicht kunnen tikken. Ik zie dat mijn makelaar mij probeert te bellen. Ik bel je met 2 minuutjes, ja? Ik moet even checken wat hij te zeggen heeft. Yo. Ah, ik voel me tering schuldig. Hij gaat in die tijd in stoppen. Die gast is zo fucking aardig. Dus ik ga hem wel terugbellen. Ik ga zeggen, hou alsjeblieft 10.000 euro, want het is ook gewoon gezeik, hè, belastingtechnisch. Yo. Yo, grappie. Yo. Ja, jij bent een beetje te goed voor deze wereld, man. Wat dan? Nou ja, we hadden dacht er een heel leuk item te maken over hoe ver kun je gaan bij je influencers-collega's. Iedereen.
tegen mij dus een aflevering. Ik zeg, nee, ja, Martijn kon wel oprecht, man. Je maakt het gewoon eigenlijk kut omdat het te makkelijk ging. je bent te aardig. Ja. Ja, het is een inschattingsfoutje. Ik ken je en ik weet hoe dat gaat. Want als je op het moment dat je een huis wil kopen en ja, je hebt het geld niet op dat moment. Ja, ben je fucked. Dan ben je fucked. Dan ben je echt fucked. Ja. Je komt er in ieder geval heel leuk uit. Ja, fuck jullie allemaal. Ja. Ik zie dat ik net even een oproepje heb gemist van Giel Beelen. We zijn Haarlem nog niet uit. Nee. Dus ik ga hem even terugbellen en even checken. Wellicht zit die lunch er toch nog in. Ja, of nog toch. Ik weet het niet. Hey, Joost. Yo, Giel. Ja, sorry man, dat je zo over Giel. Nee, maakt het niet uit. Jij bent even een dagje Haarlem om te kijken of het wat is voor je. Ja, ik wil eigenlijk weg uit de stad. Ja, jij bent eigenlijk ook een van de weinigen die ik ken die hier woont. Ik dacht, ik kom gewoon even gezellig even langs. Gewoon een beetje bijkletsen. En B, dacht ik even. Ja, even kijken hoe het is. Ik dacht, ja, wie kan me beter vertellen dan iemand die hier woont? Dus ik dacht, ja, even. Maar ik heb sowieso. Ja, misschien dat jij er gewoon veel meer last van hebt. Omdat je gewoon jonge mensen aantrekt. Maar ik bedoel, ik heb niet het gevoel dat ik een soort leven als een BN'er of zo. Dus dat hoor ik nog even dat jij dat afdoet. Ja, nee. Ja, ik zelf ook niet hoor. Ik heb wel eens natuurlijk op straat van Amsterdam dat het dan allemaal even te veel wordt. Maar dan dacht ik, ja. Even kijken hoe het hier is, weet je wel. Ik dacht, jij bent natuurlijk wel gewoon een stuk bekender dan ik ben. Dus dat misschien, als het voor jou prima is, dan zal het voor mij ook wel prima zijn. Ja, dat denk ik ook. Nee, Haarlem is top, joh. Ja. Ja, maar... Ik laat het wel. Zou je het goed vinden als ik hem even gezellig even langskom? Nee. Kun je het even over hebben? Nee? Oké, okay. Oh ja. Oké. Ja. Nee, ja, dat is oké. Okay. Nee, maar in ieder geval thanks voor de... Voor, de kennis. Nou, goed. Als ik iets voor je kan doen, hoor. Ja, is goed, man. Later. Okay, dankjewel. Dat is gewoon wel echt een hele duidelijke nee. Dat is een hele duidelijke nee. Ze hadden ook echt totaal geen doekjes. Nee. Maar wel oprecht aardig dat hij gewoon even terugbelt. Je hebt echt totaal geen moeite om nee te zeggen. Die denkt dat ik... Ja, die vindt... Ja, die vond het waarschijnlijk al, maar die vindt me nu echt een hele vreemde vent. Ja, ik dacht oprecht dat Giel en ik iets betere vrienden waren dan dit, maar ik weet nu wel waar het staat. Ja, je weet helemaal goed waar het staat. Ja. Zo is het dan wel weer, hè? Realiteit is hard.